Tijd voor de Van Rossums. Drie brompotten op leeftijd die uitstapjes maken naar diverse steden. Klinkt niet als een tv-hit. En toch scoorden de broers Maarten en Vincent samen met zus Sis wekelijks bijna 1 miljoen kijkers. Morgen is de laatste aflevering van Hier zijn de Van Rossums. Je hebt drie soorten beelden. Je hebt namelijk gewoon staande beelden, belangrijke personen. Je hebt zittende beelden, die zijn relatief zeldzaam, maar ze zijn er meer dan je denkt. En dat zijn beelden waarbij een man op een paard zit. Ruiterstandbeeld. In principe kun je er rustig vanuit gaan, wie op een paard zit, deugt niet. Sommige mensen zeggen dat ze zegt st. Nou, en dat zou dan te maken hebben natuurlijk met die twee. Die man is vrij rijk gekleed en zit natuurlijk te friemelen aan dat dienstmeisje. Aan de andere kant was het natuurlijk doodnormaal dat die kerels aan de dienstmeiden zaten. Dat is tot onze eigen eeuw toe gebeurd. Van alle tijden nu worden ze gelukkig door het FNV beschermd. Ja, precies. Dat huis wordt genoemd de onbeschaamde, want bovenin het timpaan zie je dus een jongetje met een bloot pimmeltje. Ja, dat is inderdaad wel happy. Ja, het is een dik kereltje. Ja, een dik ventje. Dat hoorde ook zo, want dat is wel vaak, Maarten. Goed, de twee broers zijn hier. Nog even voor mensen die wat later zijn hebben ingeschakeld. De zus is ziek, Sis, dus die is er vanavond niet bij. Vincent, is het? Je bent een bekende Nederlander geworden, denk ik. Nou, dat valt enorm mee, hoor. Ja, er heeft nog niemand die je heeft herkend? Nee, heel af en toe is er een soort nerd in de trein die... Een nerd in de trein? Ja, die dan van... ook nog heel beleefd, weet je wel, en zo, maar... Nee, het is nog niet zo dat ik bestormd word door tienermeisjes die er selfies willen maken. Die kans is ook niet groot dat dat gaat gebeuren. Nee, nee, want dat heeft Maarten eigenlijk ook nog nooit meegemaakt. Nee, ik word niet bestormd door tienermeisjes. Nee. Nee. Je hebt wel vrouwen van gevorderde middelbare leeftijd die met je op de foto willen. Waar ik altijd graag in toestem. Maar die tienermeisjes laten het afweten. Hebben jullie een beetje plezier gehad met z'n drieën? Ja, het was hartstikke leuk. Ja, het was enorm leuk. Zo leuk dat ik vaak dacht, dat ik ben benieuwd of dit nog een beetje schappelijke tv oplevert. En wat is het antwoord op die vraag? Dat het hartstikke leuk geworden is, maar nog wel weer beter kan. Ja, wat mankeert eraan? Dat het te kort is. Het is 25 minuten. Ja, maar jij vindt het altijd te kort. Ja, zeker. Ik vind het altijd te kort, maar je moet voor het baan je principes vasthouden. Ja. Hoe lang zou het idealiter moeten duren? Ik denk 1,5 uur. Nou ja, je moet hoog inzetten bij de onderhandelingen. En dan er geen kwaad woord over Philip, die dat geweldig doet. Maar iets minder voice-over, denk ik, zou ook wel aardig zijn. Ja, maar dan eigenlijk in het begin neerzetten wat het concept van die stad is. Of wat we daar precies gaan doen. Nou, dan zijn we al heel erg op weg. Ja, maar goed, Philip die geeft die voice-over omdat hij dingen moet vertellen die jullie kennelijk daar ter plekke niet vertellen. Ja, dat hebben wij wel gedaan, maar vaak een beetje rommelig of misschien niet aan elkaar gehecht. Dat zou dus in feite iets beter voorbereid moeten worden dat wij dat zeggen. Ja, ja. Vaak hebben we het wel gezegd. Ja. En dan deed je wat, hè? En dan deed je, dat heb ik toch gezegd. En dan hoor je dus... Die oude journalist dat monkelen over Philip Frerichs. Ja. Misschien komt het ook wel omdat het al op dat moment niet goed te verstaan was. Of omdat ik heb bij jullie vaak het idee dat jullie alle drie een andere kant op lopen als jullie gaan lopen. Dus het lijkt me ook niet al te makkelijk te regisseren, dit gezelschap. Nee, de regisseur die is ook praktisch invalide van geworden. Hij is nu weer een beetje boven Jan. Ja. Dat is vrij lastig, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Maar ik had me ook te weinig van tevoren gerealiseerd dat je van tevoren even dat concept van die uitzending helder neer moet zetten. Ja. Waardoor het inderdaad nu in de voice-over zit. Ja, want wat je ziet is dat het, althans zo lijkt het als je ernaar kijkt, dat het ter plekke allemaal ook een beetje gebeurt met soms ook de daarbij verschillende humeuren en temperamenten. Zullen we even naar een fragmentje kijken? Ja, dat is ook wel een beetje zo natuurlijk. Maar zo hoort het ook, televisie. Ja, hoort een beetje informeel. Een beetje informeel gemaakt te worden. Huh? Nou, laten we even kijken hoe dat er dan uitziet. Ik ben geen bal in dat stadje geïnteresseerd. Nou, dat vind ik toch wel zo negatief, zeg. Schandelijk. Je bent toch een negatief type. Nee, op de stoel blijven, Maarten. Het is toch net alsof je met een kleutergroepje loopt. Komt er nog wat van? Ja, joh. Ja, zeg. Ga anders maar in de kantine koffie drinken. Dat is die kop
Zie je daarboven? Ja, tussen die twee bogen. Dat zien, maar wij mogen niks zeggen. Nee, jij mag niks zeggen. Dat we de weg vroegen aan zo'n fietser. Ja, dat die... En die zei spontaan van welkom in ons gezellige dorp. Nou, ik dacht echt... Wat wil jouw houding? Ja, vertrekken zo meteen niet erop. Ga meteen zou weer weg. Zou daarvoor betaald worden? Jij bent zo'n kunsthistoricus die alleen maar naar dat ene schilderij gaat kijken... en daarna naar de museumcafé. Nee. Echt, hij moet in dat programma gluren bij de buren. Oh ja, volgens dat bestaat mij. Ook. Daar zou hij het veel beter doen dan in dit programma. Ik wil even kijken of die mensen het een beetje... Gluren, man. Een beetje gezellig hebben. Dit is allemaal wezenloos gelul. We gaan ermee stoppen. Ja. Ik wil wel een kroket. Wat zei je nou als laatste? Ik wil wel een kroket. Nee, tegen jouw broer. Dat hij overal naar binnen keek. Ik kijk altijd naar binnen. Bij mensen als David Kamp. Je moet je echt beheersen om niet gewoon stil te staan. Ja, dat als ze een zijraampje hebben waar je min of meer onopgemerkt naar binnen kunt loeren. Dan vind ik het dan wel lollig. Wat zitten ze te lezen? Wat voor programma's kijken ze? Kijken ze televisie. Nederlanders doen hun gordijnen niet dicht. Dus je wordt feitelijk daar de facto uitgenodigd om naar binnen te kijken. Ja. En ben je wel eens betrapt? Enkele malen. Als gluurder? En dan zegt ze, ach, dat is meneer Van Rossum. Nou, waarschijnlijk ja. En dan voelen ze wel dat ik geen jihadist ben natuurlijk. Ja, dat hopen ze dan. Want dat is waar de meeste mensen tegenwoordig natuurlijk bang van zijn. Als ze naar buiten kijken. Dat, dat er een jihadist staat bij te kijken. Ja, zeker. Ja. Is het, welke steden staan er nog op het verlanglijstje voor serie 2? Haarlem. Ja, ik ben dus... Ja, Sis heeft een ongelofelijke pesthekel aan Nederlandse steden. Ik helemaal niet, dus wat mij betreft mogen we alle historische Nederlandse Haarlem, maar ook Leeuwarden, Enkhuizen, Hoorn, Breda. Nou ja. Almere. Waar niet? Almere. Je hebt zelf nog over die steden. Ja, nee. Of je de mensen zo gek krijgt dat ook. Ik vond het al een wonder dat Rotterdam en Essen gelukt was. Ja, maar ik vind dat je juist Almere moet doen. Ik ben natuurlijk helemaal dat is een nieuwe stad die in allerlei opzichten mislukt is. Dus dat is enorm leuk om dat te laten zien. Nou, wat is daar nou mislukt in Almere? Nou, ik heb nog eens een lezing gehouden in die bibliotheek daar op een novemberavond. En nou, het was vreselijk. Weet jij? Ja, het waren allemaal van die totaal verlaten straten... waar zo'n akelig windje doorheen blies met oude kranten en dode dieren. En het was echt was van een onbeschrijfelijke treurigheid. Misschien moeten we proberen een wat optimistische blik te hebben. Wat was het mooiste moment? Ik vond Dordrecht een succes. Rotterdam vond ik een succes. Leuk. Ja? Mooi hotel, leuk uitzicht. Dat ook. Leuk. Maar gratis stroopwafels in een doosje elke avond. Ook fijn natuurlijk. Essen was leuk. Ja, Naarden was een enorm dieptepunt. Een heel wonderlijk stadje, waar mensen dus eigenlijk niet kunnen fietsen... waardoor ze eigenlijk alles met de Range Rover moeten doen. En, ja, dat gaat mij dan irriteren op een goed moment. Ja, ik denk dat wij straks nog even in een ander gesprek nog even terugkomen op Naarden. Ja, want we hebben daar van alles bezocht in die plaats... waar ik dan nu niet op vooruit zal lopen. Nee, dat zou ik ook maar niet doen. Dat doe ik dan wel, straks in het gesprek met de mensen die hier aan tafel komen. Veel mensen hebben ervan genoten. Morgen is de laatste... Weten jullie uit je hoofd welke er morgen te zien is? Essen, ja. Is leuk, hoor. Geweldig is dat, Essen. Ja. Vlakbij, met de auto, in 2 uur bij je. Volkwang Museum, een van de mooiste musea. Ook in Nederland zou dat een topmuseum zijn. Duitse industriestad. Ja. En die Duitsers hebben de boel gewoon tip-top voor elkaar. Dat zeggen ze. Je kon geen scheet laten of er kwam weer een tram voorbij. Hè? Dat is echt ongelooflijk werkelijk. Ja, ja. We gaan morgen kijken naar Essen. Ik dank jullie en we praten straks nog even over een ander element door. Dank jullie wel voor de... Dan moet jij nog even zeggen dat het veel te kort is waarschijnlijk. Ja, ik zei net, het is altijd verrassend kort. Ja, het is altijd verrassend kort.